De stichting Ypsilon Suriname onder leiding van Joyce Dawson-Smits heeft gisteren het jaar 2019 afgesloten. Dawson-Smits zegt dat het jaar vruchtbaar, leerrijk en enerverend is geweest. Enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar zijn het twinningsproject Kraka Opobaka en de start van de eerste herstelacademie in Suriname. Het was een feestelijke jaarafsluiting. Ook dak- en thuislozen hebben deelgenomen aan de feestelijke activiteiten. We doen het elk jaar met dus familieleden die het hele jaar door zijn geweest op de gespreksavonden, cliënten. Maar en elk jaar nodigen we een andere groep uit die er nog bij kan zijn. En dit jaar zijn het de dak- en thuislozen die hier in het psychiatrisch centrum zijn ondergebracht. Maar die met ons mee vieren. Zijn er thuis- en daklozen van andere projecten of zo? Nee, we hebben nu genomen van het die hier in het psychiatrisch centrum zijn ondergebracht. Die van Latour, die gaan we op een ander moment, want anders zou de groep te groot worden. Want we hebben gerekend op max 100 mensen. Het moet een beetje overzichtelijk zijn, weet je. Dus we hebben nu 21 van het psychiatrisch centrum. En dan hebben we van alle afdelingen in het centrum zelf ook mensen uitgenodigd die met ons mee vieren. Ja. Dawson-Smits is dankbaar voor de ondersteuning die ze heeft gekregen van sponsoren. Ze is zich ervan bewust dat zonder sponsoren projecten heel moeizaam verlopen. Voor de rest zijn er natuurlijk wel een paar downers geweest. Zoals cliënten die zijn overleden, sommigen die zelfmoord hebben gepleegd, waarover we natuurlijk heel verdrietig zijn geweest. Maar er zijn ook hele mooie momenten geweest en waarvoor we dankbaar zijn. Tot zover voorzitter Joyce Dawson-Smits. Gisteren tijdens de feestelijke jaarafsluiting van de stichting Ypsilon Suriname. Ze blikt tevreden terug op het haast afgelopen jaar.